De wijziging van de tarieven van de EBS moet goed voorbereid worden voordat er een besluit wordt genomen. Het ligt in de bedoeling dat per 1 mei 2021 nieuwe tarieven worden vastgesteld. Minister Arment Achaibersing van Financiën en Planning zegt dat de regering de tijd neemt om deze wijzigingen goed voor te bereiden. Het gaat niet alleen om de wijziging van de tarieven, maar ook om het herzien van het subsidiestelsel. Van object naar subject subsidie. We kijken en we rekenen en we kijken naar de huishoudens, wat voor impact het heeft. Maar het heeft ook te maken, het is we noemen het een holistisch traject. Een traject waarbij je alles in beschouwing neemt. Ook het gezond maken van EBS. Bijvoorbeeld de balanspositie van EBS. De schuldpositie van EBS. EBS heeft een enorme schuld aan de overheid. Aan het ministerie van Financiën. Hoeveel? Een paar miljard. En een van de zaken is dat we ook kijken om die schuld, dus de vordering van financiën op EBS, om te zetten in aandelenkapitaal. En zodat het vermogen van EBS direct weer gezond wordt. Minister Achaibersing zegt dat er tegelijkertijd ook gekeken wordt naar de positie van de banken. Het gaat hierbij om banken die vorderingen hebben bij de staat. En ook daar wordt naar gekeken hoe dat ingepast kan worden in het traject van EBS, zodat de banken minder voorzieningen op de vorderingen op de staat hoeven te stellen, zodat ook hun balanspositie verbeterd wordt. Dus dit is een integraal dat er naar gekeken wordt. Minister Arment Achaibersing van Financiën en Planning.